welkom bij deze nieuwe video. Ik wil zeggen I'm back, maar ik ben niet echt helemaal back. Even een snelle update voordat ik begin met deze video. Jullie hebben mij 2 weken gemist. Ik heb dus 2 weken geen video's upgeload en dat is heel apart voor mij, want ik upload 4 video's in de week. Dus van 4 naar 0 is iets groots. Ik heb nog nooit volgens mij in de jaren dat ik YouTube doe echt een 2 weken break genomen. Ik heb ook heel veel berichten ontvangen van jullie. Van Sarah, wat is er aan de hand? Waar zijn je video's? Ik had ook op Instagram geplaatst dat er nu wat minder video's gaan zijn. Ik had geplaatst minder video's, maar er zijn basically gewoon geen video's geweest. Nu 2 weken verder ga ik weer langzaam aan beginnen met video's. Reken nog niet per se op 4 video's in de week. Misschien wel, maar ik moet gewoon even zien hoe het gaat, want ik deal met iets in mijn persoonlijke leven en daarmee moet ik nog een aantal weken, misschien maanden dealen. Dus het lukt me deze aankomende tijd niet om echt zo strak 4 video's te maken elke week als hoe ik altijd normaal deed. Het lukt me ook niet eens meer om een aantal video's te maken per dag, terwijl ik dat eerst wel deed. Dus ik film gewoon nou een beetje rustig aan en ik probeer gewoon zoveel video's te maken als kan, maar ja, af en toe lukt het gewoon niet. Ik ga nog wel vertellen wat er aan de hand is over een aantal weken of zo. Maar we weten in ieder geval, er gaan gewoon nou eventjes wat minder video's zijn helaas. Maar goed, ik ben weer heel enthousiast om deze video te maken. Want ik heb al dus heel lang geen video's meer gemaakt. En ik vind dit toch altijd wel leuk. Dus wat gaan we vandaag doen? Al deze pakketjes unboxen. Ik heb dus 2 weken geen video's gemaakt. In die 2 weken heb ik een heleboel pakketjes ontvangen. Ik heb PR, maar ook gewoon wat ik heb besteld. En we gaan gewoon vandaag bekijken wat er allemaal in zit. Er zit vooral make-up bij, obviously. Jullie weten hoe ik ben. Een aantal pakketten weet ik ook gewoon echt niet wat erin zit. Want dat is dan gewoon PR en dan heb ik geen idee, maar sommige dingen heb ik gewoon besteld. Maar goed, dat is dus ook wat we vandaag gaan doen. Vind je het nieuw leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn misschien 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Het eerste waar we mee gaan beginnen zijn 2 pakketjes van Yfood. Mijn favoriete shakes. Als je me al lang volgt, dan hoef ik jou dit niet eens meer te vertellen. Ze hebben me weer wat shakes gestuurd, maar ook een nieuw product voor mij. Laten we het openen. Ik heb mijn handen geschaard en dan kunnen we alles zo openmaken. Volgens mij is dit een nieuwe smaak van hun. Ze hebben zoveel verschillende smaken. Ja, deze is nieuw. Lemon Basil, of hoe je het ook uitspreekt. Ik denk dus een beetje een limoenachtige smaak of zo. Oeh, heel mooi. Beetje groene, gele verpakking. Echt jongens, I love deze shakes. En ik ben heel benieuwd naar dit. Dit is dus nieuw voor mij. Oeh, kijk even dit. I love it. Ook weer 4 verschillende smaken. Ik heb hier witte chocola. Coconut white chocolate. I love it. Dit is dus gewoon zo'n chocoladebar, zeg maar, achtig dingetje. Jullie weten al hoe obsessed ik ben met Yfood. Voor de mensen die nou iets hebben van Sarah, wat is dit? Yfood is echt de beste maaltijdshake op de markt gewoon. I love it. Ik drink dit altijd als lunch. Oh, mijn hele oorbel valt eruit door al mijn enthousiasme. Maar je kunt het ook doen als avondeten. Het heeft 500 calorieën. Er zitten 26 vitamine en mineralen in. High in proteïne, dus veel proteïne. Lactose en glutenvrij en geen toegevoegde suikers. En wat mij echt vooral binnenhaalde met deze shakes is dat ik hem dronk rond 12:01 en ik had uren geen honger meer. Ik was helemaal verzadigd. Gewoon alsof ik gewoon echt een fully maaltijd op had. Pas rond 5 uur zo, 4, 5 uur had ik weer honger. Dus zeker 4, 5 uurtjes zo houdt deze je gewoon helemaal verzadigd. Ja, en dat is voor iemand als mij echt ideaal, want ik wil altijd gewoon snel eten. Ik wil vol zijn en ik wil niet veel eten, want ik wil niet meer dik worden. Dus ik vind dit echt ideaal. Veel mensen vragen me ook van Sarah, is het ook ideaal als je wilt afvallen? Dat hangt gewoon af van jouw dieet. Het is geen dieetshake, het is gewoon echt een maaltijdshake. Het heeft 500 calorieën. Als dat past in jouw dieet, dan go for it. Maar ik vind deze echt ideaal. Ook ideaal voor onderweg, als je gewoon snel wilt zijn of whatever. I love them. En naar deze ben ik dus ook heel benieuwd. Deze ga ik zeker proberen. Echt super, super happy met deze shake. En ik heb ook een kortingscode voor jullie, obviously. Die is hier in beeld en staat beneden in de beschrijving. En dan hoef je wat minder te betalen als je ze dus bestelt. Dus ik zou het zeker proberen. Oké, we schakelen even over naar mijn phone. Want ik wil deze gaan proberen. Ik ben toch wel echt benieuwd. Het is dus gewoon als een tussendoortje. Dus ik ben echt heel benieuwd welke lekker gaat zijn en of ze lekker gaan zijn. Oké, dit zijn ze dan alle 4. Ik ga denk ik voor deze. Dit lijkt wel een smaak die ik lekker vind. Ik ben benieuwd wat ik dus zo lekker vind aan die shakes. Ze zijn zo lekker. Zoet, zodat er geen suiker in zit. Ik vind ze echt heerlijk. Ik ben zo benieuwd. Oké, laat ik het openmaken. Oeh, hij ziet er echt heel crunchy uit. Het lijkt op een Snicker of zo. Een witte Snicker. Aparte smaak. Wel lekker. Toen ik nog op dieet was, at ik altijd van die dieet bars die er ook zo uitzien. En die zijn altijd zo vies. Ik vond ze echt smerig. Maar deze is wel echt lekker.
En als lunch ga ik nou ook deze nieuwe smaak proberen. Ik denk dat ik hem niet heel lekker ga vinden, want ik ben niet echt... Ja, ik ben niet echt van dit soort smaken, maar we gaan het gewoon proberen. Het ruikt op zich wel lekker. Ik weet nog dat ik met een andere smaak ook echt iets had van... Oh mijn god, die ga ik nooit lekker vinden, maar ik vond hem echt lekker. Lekkerder dan dat ik had verwacht. Het is wel echt die limoensmaak. Ik ben daar gewoon niet echt een fan van. Maar als je daarvan houdt, je gaat hem echt lekker vinden. Want ook ik die niet eens per se houd van zo'n smaak, vind hem nog best wel gewoon oké. Dus ik ga hem wel gewoon helemaal opdrinken. Next up is kleding van Chicelle. Ik heb net in mijn intro verteld dat het vooral make-up gaat zijn. Tot nu toe is er nog geen make-up. Zo meteen wel. Ik heb weer kleding ontvangen van Chicelle, mijn fave webshop. Jongens, Chicelle heeft echt de beste kwaliteit kleding. I love it. Als je daar al één keer hebt besteld, dan weet je wat ik bedoel. En ook hiervoor heb ik een kortingscode. Komt ook weer hier in beeld. Ik word hier, by the way, niet voor betaald of zo. Linkjes staan beneden in de beschrijving. En ik ga jullie laten zien wat ik daar heb besteld. Ik heb het wel gewoon gratis ontvangen. Laat ik het openscheuren. Iets heel unieks wat ik heb besteld is deze broek. Kijk even hoe classy dit is. Super mooie bruine kleur ook. Ik heb hem in maat 40. Maten daar zijn wel een beetje klein. Dus als je twijfelt, dan pak de grootste maat. En het is dus zo'n pantalonnenbroek. Maar hij is zo flare van onder. Ik ben niet per se echt een hele grote fan van flare pants. Maar als het zo pantalonachtig is, dan vind ik het wel heel mooi. Want dan is het heel mooi met zo'n hoge hak. Zo'n hak met echt een plateau. Zo'n echt zo'n dikke plateau. Dat vind ik altijd heel mooi. Dus ik hoop dat de broek ook echt lang genoeg gaat zijn voor dat. Want ik wil nog wel dat hij de grond aanraakt als ik hakken aan heb, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Echt, hij voelt lekker dik aan. De kleur is heel mooi. Heel mooi met mijn huiskleur. Dus ja, ik hoop gewoon dat hij gaat passen. En die broek wilde ik dan combineren met deze top die ik ook daar heb besteld. Ik heb hem ook in maat M. Ik weet niet echt zo goed hoe ik hem moet vasthouden. Wacht eventjes. Want hij gaat zo in een kruisje, zeg maar. Het is een hele aparte top. Als ik hem zo vast heb, heb je echt iets van wat is dit. Maar jullie gaan het zo meteen zien aan. Deze is ook echt heel cute. En deze is heel stretchy. Oh my god, ik had misschien maat S kunnen doen. En dit leek mij dus wel zo'n mooie combinatie. Dan ben ik helemaal zo monochroom nude, zeg maar. Dus ik hoop dat dit eruit gaat zien als hoe ik in mijn hoofd had. Dit is echt precies wat ik had verwacht. Ik vind het zo leuk. De broek is echt geweldig. I love it. Maar 40 is ook echt perfect. Als ik een andere maat had gedaan, dan was hij echt te klein geweest. Ik heb normaal 38, dus onthoud dat. Hij is ook echt lang genoeg. Ik laat het nou even zien met geen schoenen aan, maar ik ga zo schoenen aandoen. Deze top is ook echt te cute. Wat ik ook fijn vind aan de top is, hij is best wel zwaar. Dus hij valt echt naar beneden en hij gaat dan ook niet uit de broek of omhoog heel tijd. En dat vind ik echt top. Hij is heel mooi. I love it. En dit is dan de achterkant van de top, zo gekruist. Echt heel leuk. Nou, dit is dan hoe ik hem zou dragen. Zo mooi met de riem. Dan ben je zo snatchy bij je taille. En dan zo met hakken. Zoals je kunt zien is de broek echt lang genoeg. I love it. Ik zal even de hakken laten zien. Ze zijn niet eens per se echt heel hoog. En het is gewoon oké. Ik vind het echt fantastisch. Vooral deze broek. Ik ben echt obsessed. Zo ontzettend mooi. Ook heel mooi met mijn figuur. Plet niet mijn heupen. Want dat doen heel vaak dit soort broeken wel. Ik vind het echt heel mooi. De kwaliteit is echt geweldig. En hij is lang genoeg. Ik ben by the way 1 meter 64. Dan weet je dat. Maar ik heb wel hele lange benen. Dat wel. Dan ben ik ook gegaan voor iets fels. Een fel blauwe kleur. Ik vind blauw ook altijd heel classy. Ik ben al een beetje aan het gaan voor een meer classy kledingstijl. Deze heb ik in maat M. L. Ik weet niet waarom ik dat heb gedaan, want ik denk dat S ook goed was geweest. Ik heb normaal S, maar ik pak altijd bij Chicelle een beetje een maat groter. Maar hij heeft super veel stretch. Maar ik moet zeggen dat hij er wel een beetje klein uitziet voor ML. Dus ik hoop dat hij gewoon past. Hier is echt niks bijzonders aan of zo. Gewoon een doodnormale blauwe trui. Nou mensen, dit is dan de trui. Gewoon echt een hele simpele trui. Hij is wel lekker dik. I love it. Echt gewoon heel simpel en heel mooi blauw. Ik vind altijd blauw heel mooi met zwart. I like it. Echt goede kwaliteit. Lekker dik. Schijnt niet door. En het is echt de perfecte blauwe kleur. Het is echt gewoon perfect blauw. I love it. Ik vind blauw ook altijd een hele classy kleur. Ook heel leuk. Gewoon zo in je broek, zeg maar. I love it. Leuke trui. Heel simpel, maar heel mooi. En dan last but not least. Ik weet, het is niet echt meer mooi weer. Trouwens jongens, ik was gisteren jarig. 18 september was ik jarig. Ik ben 28 geworden, oh my gosh. Maar in ieder geval, de zon is weg, zomer is weg. Normaal elk jaar op mijn verjaardag is het mooi weer. Dit jaar was het eerste jaar dat het gewoon slecht weer was en echt regen. Dus dat vond ik wel jammer. Maar goed, ik heb het dus over de zon, want ik heb dit rokje besteld. En die is dus ideaal voor een
mooie zomerse dag, wat nu niet echt meer is. Ik hoop dat we die nog wel krijgen. Maar deze leek me echt heel mooi. Zo heel flowy. Mooie kleur. Licht roze. Ik heb hem in maat M ook. Deze heeft echt geen stretch. Dus ik hoop gewoon dat hij gewoon goed gaat passen. Deze rok is echt leuker dan dat ik had verwacht. En hij is langer dan dat ik had verwacht. Ik moet er wel strijken, maar negeer dat. Kijk even. Hij is echt best wel lang. Dat vind ik echt toppie. Normaal is dat echt niet. Normaal is hij echt zo tot hier of zo. Echt veel te kort. Het enige wat ik minder vind is hij schijnt een beetje door, zoals je kunt zien. Kijk, je kunt gewoon eronder zien waar mijn hemdje stopt. En dat vind ik wel echt heel jammer. Dus dan moet ik hem wel echt dragen met iets wat gewoon hier stopt of zo. Want dit vind ik niet mooi. Of er moet een broekje onder of wat dan ook. En je moet er ook echt nu het ondergoed onderaan doen. Want ja, hij schijnt niet genoeg door dat je echt alles kunt zien. Maar net genoeg dat je zo je hemdje ziet. En dat vind ik wel jammer. Maar voor de rest is hij heel mooi. Super vrouwelijk. Echt iets wat ik zou dragen. De kleur vind ik ook heel mooi. Hij gaat hier dicht met een rits. Dus dit is wel echt een rok die ik zou dragen. Ik vind het echt geweldig. En ook vooral dat hij echt lang genoeg is. Dat had ik echt zo niet verwacht. Echt super duper cute. Even het licht op mij doen. Ik vind het echt heel leuk. Ik zal hem dus echt gewoon aandoen met een blouseje of zo. Een leuk bloemenprintje of whatever. En dan met de hakjes als die ik nou aan heb. Echt heel cute. Maar echt zo jammer dat hij echt zo'n klein beetje doorschijnt. Maar voor de rest, ja, en maat M is oké. Hij is een klein beetje groot hier. Hij heeft toch wel wat stretch, een heel klein beetje. Ik had misschien beter S kunnen doen. Maar ja, ik ben altijd bang met de S. Dan is hij weer altijd zo kort. En dat vind ik altijd niks. Maar goed, hij is nog wel gewoon echt te dragen. Ik vind het echt super leuk. I love it. Nou, dat was dan Chiquelle. We gaan verder met iets van MDV Europe. Dit is een PR bedrijf. Dus ik heb geen idee wat hierin zit. Ik ben heel benieuwd. Ik denk gewoon make-up. Oh, ik zie al. Er staat op Peter Thomas Roth Skincare. Dit is echt een heel goed skincare merk. I love it. Het is wel een beetje prijzig, maar wel altijd heel goed. Ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Ik heb één keer eerder van hun een PR pakket ontvangen. Volgens mij slechts één keer, als ik me goed herinner. Maar het is echt al wel heel lang geleden. Dit is dan hoe het eruit ziet van binnen. Dan hebben we hier twee producten volgens mij. Ja, dit zijn dan de twee producten die ik heb ontvangen. Ik heb hier een moisturizer en een oogcreme. Dit zou een hele goede combinatie kunnen zien. Oh, ik ga stuk. Er staat hier ook op wat dit doet voor je huid. Kijk. Dat vind ik wel heel leuk gedaan. Echt zo anti-rimpels. I love it. Dit is wel een beetje gericht op de iets oudere huid. Maar ja, ik ben pas 28. Maar ja, vanaf 25 gaan we erop achteruit. Dus ik kan alles goed gebruiken. Ik ga stuk. En hier is wat informatie over de producten. Dus heel erg bedankt hiervoor. I love it. Ik ga verder met een pakketje van NYX Cosmetics. En ik kan al erop zien, NYX Wings. Ze hebben een samenwerking met Wings. I love Wings. Seizoen 2 is op Netflix. Daar ben ik net achter gekomen. Oh my god, dus vanavond ga ik die helemaal kijken. Wie houdt allemaal van Wings? Echt, vroeger ik keek altijd Wings. Dat was echt het leukste programma ever. En nou op Netflix heb je dus de show Madame met Echte Mensen. Ik ben geen fan van de cast. Ze hebben het niet echt heel Wings-achtig gemaakt. Want Wings is echt met kleurtjes en vrouwelijk en al die dingen. En ze hebben een beetje een dark vibe aangegeven. Zo was het anno 2022 altijd moet. Dat vind ik wel jammer, maar ja, whatever. Dit is de inhoud. Dit is wat informatie over de collectie. En hier binnen is dan de hele collectie. Wat hebben we allemaal? We hebben allemaal lipglossjes volgens mij. Zijn dit glossjes? Ja, lipglossjes in echte Wings kleurtjes. Als ik denk aan Wings, zijn dit echt kleuren waar ik aan denk. Kijk even hoe leuk. Zo cute, zo glitterig. We hebben een tweekleurige highlighter. Wel hele aparte kleuren. Ik weet niet of ik dit op mijn gezicht zou doen, maar oké. En een oogschaduwpaletje, of course. Property of Bloom. Dus dit is een paletje van Bloom, zogenaamd. Ik ga stuk. Kijk, dit is dan hoe die eruit ziet. Een heel apart paletje. Ook wel aparte kleuren. Ik moet zeggen, qua vibe, qua kleuren, vind ik het wel echt heel goed gedaan. Het is echt Wings-achtige vibe en kleurtjes. Dus I love it. Ik ben hier heel blij mee. Ik weet toevallig wel dat ik deze collectie al had besteld. En die gaat ook in een van deze andere pakketten zitten. Dus nou heb ik hem waarschijnlijk dubbel. Next up, een wat groter pakketje van Mooi PR. Mooi PR is ook een PR-bureau. Dus ik heb ook weer geen idee wat hierin zit. Oh my gosh. Wie heeft deze box dicht gemaakt, jongens? Wat de f. Kiko! Ik heb een collectie ontvangen van Kiko. Oh my gosh, dat vind ik wel echt heel leuk. Ik hou altijd van hun make-up. Ik zie hier al gelijk iets los. Body scrub, dus lichaamscrub. En alles is zeg maar zo blauw. Kijk dit. Dit is ook echt zo'n blikje, zeg maar.
Ik ben zo benieuwd. Ik wist niet eens dat hun een nieuwe collectie hebben. Kijk even hoe leuk. Dit is een hele nieuwe collectie. De Blue Me collectie ofzo. Willen jullie hier een video over zien? Let me know. Alles wat je vandaag ziet. Als je iets hebt van ik wil daar een hele video over zien. Let me know beneden in de reacties. We hebben een oogschaduwpaletje. We hebben eyeliner. We hebben volgens mij mascara ofzo. Ja, lipstick. Mascara. En een face cleanser. Ik ben wel een beetje benieuwd naar het oogschaduwpaletje. Ik ga het gewoon openmaken ook. Zo ziet hij eruit, zo blauw. Dit zijn ook wel de kleuren die ik een beetje had verwacht. Super, super cute. Nogmaals, als je hier een video over wilt zien, laat het mij weten. Volgende, deze. Ik weet niet wat het is. Geen idee. Ik heb letterlijk geen idee, dus laat het gewoon openmaken. Misschien AliExpress. Oh, het is echt AliExpress. 3 pakketjes van AliExpress die ik dus heb besteld. Ik heb geen idee meer wat ik heb besteld, dus dat gaan we zien. Ik begin met dit pakketje. Lekker makkelijk open te scheuren. Volgens mij is dit zo'n broekje. Zo'n broekje voor onder kleding. Ja, kijk. Ik miste van dit soort broekjes, dus die heb ik gehaald. Ik heb geen idee of die goed gaat zijn, dus ja, yeah, whatever, we will see. Next up, deze kleine. Oh, dit is een riem. Ik had een riem besteld. Zo'n bruine riem. Jongens, ik heb echt riemen ontdekt. Ik draag nou met elke outfit een riem. Kijk hoe mooi en chic deze eruit ziet. I love it. Hij doet me een beetje denken aan de Hermes riemen. Zo is de riem. Heel leuk zo voor hier zo bij je buik. I love it. Ook best wel goede kwaliteit. Oké. En dan naar de laatste. Nog een riem. Dat klopt. Ik had nog een riem besteld in het rood. Want ik had een vrouw gezien met echt de leukste outfit ever. Ze had zo'n lange zwarte blazer aan. En dan met zo'n rode riem in het midden. En het was zo cute. Dus ik dacht, die ga ik ook bestellen. Dus dat heb ik gewoon gedaan bij de AliExpress. Lekker cheap. Lekker goedkoop. Kijk, dit is dan hoe die eruit ziet. Ook heel leuk zo hier. Volgende pakketje is van Happy Life PR. Happy Life stuurt altijd Essence of Catrice. Dus ik ben benieuwd wat hierin zit. Wat ik altijd geweldig vind aan Happy Life PR is dat hun pakketten altijd makkelijk te openen zijn. Dit is Catrice. Ik zie het al. Oeh. Allemaal Catrice producten. Foundation. Oké. En allemaal te lichte kleurtjes. Oh nee, eentje lijkt wel oké. Deze lijkt op zich wel oké. Deze zijn wel echt te licht. De All Matte Foundation. Is deze nieuw? Volgens mij niet. Of wel? Is die nieuw? Ze hadden er al eentje. Misschien is die vernieuwd. Dat kan ook. Dit is de herfstcollectie. Kijk, Fall in a Colors. Fall. Zo van herfst. Deze is zacht. Deze verpakking is gewoon zo zacht. Ik ga stuk. Dat is leuk. Dit is een gezichtspaletje. En dan hier een oogschaduwpaletje. Ook deze is zacht. Dit is echt herfst. Kijk even deze kleurtjes. Echt herfstkleurtjes. Dan hier wat een aantal losse producten. We hebben een lipgloss, een lipstick, 2 wenkbrauwproducten en een mascara. Een hele grote gezichtskwast. Deze is heel mooi goud. En wat nagellakjes, 3 nagellakjes. Oh nee, 2 nagellakjes. Dit zijn ook echt herfstkleurtjes. Hele mooie kleurtjes. En repair nail olie. Ook handig om te hebben. En dat was het dan. Ik ga verder met een pakketje van Boozy Shop. Altijd heel cute verpakt. Essence. Dit zijn allemaal Essence producten. Dit heb ik gewoon besteld. Ik zag allemaal nieuwe Essence producten. En ik dacht, die moet ik hebben voor een video. Laten we kijken wat ik allemaal heb besteld. Want ik weet het niet meer. Oh, ik heb ook weer mijn teennageltjes besteld. Jullie weten mijn obsessie met deze. Echt fantastisch. Al weken, maanden lang. Nou, onderhand draag ik ze op mijn voeten. Dus deze heb ik als backup besteld. En ik heb hier een heleboel Essence producten. Nieuwe producten van Essence. Hun nieuwe poeder. Ik heb een nieuwe mascara, nieuwe highlighter, oogschaduw. Dit paletje is wel echt heel cute en heel klein. Ik ga stuk. Een lippotloodje, een lipgloss, primer, een lipolie. Of is het een blush? Oh nee, dit is een blush. Een hele aparte kleurveranderende liquid blush. En hun nieuwe online overhypte Princess Lash Liner. De Princess Lash mascara's zijn echt geweldig, dat weten we. Dus ik ben ook heel benieuwd naar deze eyeliner. Oh, het is gewoon zo'n dikke pen. Oké. Ik ga hier sowieso een video over maken. Het volgende pakketje is van... Ik heb geen enkel idee. Dus deze ga ik openmaken. Mijn batterij is bijna leeg en ik moet nog wel wat pakketten openmaken. Ik ben zo benieuwd wat het is. Vooral omdat ik niet eens kan zien waar dit vandaan is. 11 Cosmetics. Dit heb ik besteld. Gewoon echt op de officiële 11 website. Want een van jullie had mij verteld
dat er een Elf Mystery Box is. En ik open hem nou en ik zie dat de producten gewoon los hierin zitten. Dus het is niet meer verpakt. Dit is gewoon de Mystery Box op zichzelf. Dus ik ga niet kijken, want ik wil het niet weten. Hoezo is gewoon dit de Mystery Box? Oké, ik ga dus niet kijken. Maar goed, dit is dus de Elf Mystery Box. Die ga ik denk ik in een aparte video unboxen. Oeh, hier nog een groot pakketje van A Booty Shop. Deze is wel echt groot. Volgens mij zit dus hier letterlijk de Winx collectie in. Ja, ik ga stuk. Maar er zijn ook nog wel een heleboel andere producten. Oeh, wat heb ik allemaal besteld? Ik ga stuk. Ik weet af en toe niet eens wat ik besteld. Ik heb de hele Revolution X Game of Thrones collectie. Wie is al begonnen aan de nieuwe Game of Thrones serie? Ik niet. En ik ga vertellen waarom. Ik heb een hekel aan series die uitkomen en er niet gewoon het volledige seizoen op staat. Dit is weer iets nieuws. Elk jaar gaan we er gewoon echt op achteruit met alles. Vroeger kwam gewoon het hele seizoen in één keer. Maar wat zijn we nu aan het doen? Elke week een aflevering. Elke week een aflevering. Als ik heel de tijd een week moet wachten, ben ik alweer vergeten wat er is gebeurd. Ik wil het gewoon in één keer binge-watchen. Dus ik heb daar zo een hekel aan. En ik vind het zo jammer dat dit nou elke keer weer gebeurt. Maar ik ga gewoon letterlijk wachten totdat alles erop staat. En dan pas ga ik eraan beginnen. Maar goed, ik heb dus wel hun hele collectie besteld. Misschien ook leuk voor een video. Hier is de mascara. En hier het oogschaduwpaletje. Ze hadden er heel veel, maar ik heb dus de blauwe besteld. Dus ik heb hier die collectie. Dus deze ga ik denk ik wel echt in een video laten zien nog. Dan heb ik hier de Winx collectie. En één glossje. Deze ga ik dus niet openen. Maar deze ga ik dus in de winactie pakket doen. Van Pussy Shop heb ik hier hun make-up spiegel. Een grote. En ik had dus gezien dat Pussy Shop huismerk make-up ook allemaal nieuwe make-upjes heeft. En ik dacht misschien ook leuk voor een video. Dus ik heb echt best wel veel besteld. Terwijl ik eigenlijk niet 2 weken geen video's maakte. Maar oké. Dus ik heb ook hun nieuwe producten besteld. Let me know als je die wilt zien. Want ik heb nou echt heel veel. Dus ik weet niet precies waar ik een video over ga maken. Dus laat me weten wat jullie echt willen zien. En hier ook nog de gloss. En dat was het. Dan hier nog een heel groot pakket. We komen nu aan bij de laatste grote pakketten. Ik heb ook echt geen idee waar dit van is. Oh, ik ga stuk. Ik wist al dat dit mij zou worden opgestuurd. Van Current Body Skin, de LED Light Mask. Dit is dus zo'n gezichtsmaskerapparaat of iets. Wat zo licht geeft op je gezicht. En dat is dan heel goed voor je huid. Dus dat is deze. Ze hebben ook een aantal losse face masks gestuurd. Echt een heleboel. Green Tea Serum. Ook heel benieuwd naar. Even kijken. Oeh, heel apart. Zo bruin. Oké. En de anti-wrinkle mask voor je gezicht. Ik zie altijd deze LED-up gezichtsmasker shit altijd online overal. Dus ik ben echt heel benieuwd om deze te gaan proberen. En dan hier nog een heel groot pakket van Kruidvat. Kruidvat stuurt altijd gewoon random shit op. Dus ik ben benieuwd. Oeh, weer een heleboel spulletjes. Laten we kijken wat we allemaal hebben gekregen. Ik heb hier een zakje met allemaal Head & Shoulders haarproducten. Dit is misschien iets nieuws of zo. Wel heel mooi blauw allemaal. We hebben de Vinyl Maybelline lipstick. Deze gaan dus ook online echt rond als een van de beste lipsticks. Ik heb hem in kleur 20 kooi. Dus hier ben ik ook echt heel benieuwd naar. Schijnt heel mooi te zijn. Oeh, mooi paarsachtig. Is niet per se een kleur die ik echt draag, maar we gaan het gewoon proberen. Ik wil even een hele random update geven over deze lippie. Oh my gosh. Het blijft zo goed zitten. Het gaat er gewoon helemaal niet af. Kijk even dit. Wat ik ook doe, het gaat er gewoon niet af. Oh my gosh. En het is helemaal niet plakkerig. Het is gewoon alsof er niks op mijn hand zit, zeg maar. Ik ben in shock. Mijn fave Biore neusstrips. Deze heb ik echt 100. I love them voor je neus. Echt geweldig. We hebben een nieuwe mascara van L'Oreal. En we hebben een nieuwe foundation van Max Factor. Deze schijnen dus ook goed te zijn. Als je hier een hele video over wilt zien met echt een full day wear, dan let me know. Want misschien wil ik dat wel doen. Van Kruidvat Sol Shower Foam. Nog een mascara van Rimmel London. Een reinigingsolie. En de Kruidvat Gummies. Energie Gummies. En that's it. Dat was het. Nou mensen, dit was het dan. Alles is unboxed. Oh my gosh, mijn batterij houdt gewoon nog net vol. Ik vond het weer heel leuk om deze video te maken. Nogmaals, laat me dus weten wat jullie allemaal nog willen zien in video's. Kleding van Chiquelle staat beneden in de beschrijving. En de Y-Food Shakes ook. Dus alle info staat beneden. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Ik vond het weer heel leuk om te maken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld. Je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!